Suriname en Frankrijk zijn vandaag gestart met gesprekken over de veiligheid van beide landen. De gesprekken zijn gehouden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar minister Ildis Polak-Bigli de delegaties samen met de Franse ambassadeur Antoine Joly leidde. Beide landen hebben zich ook laten vertegenwoordigen door topfunctionarissen van het ministerie van Justitie en Politie. Gesproken is onder andere over de illegale goudwinning in het oostelijk grensgebied, grensoverschrijdende criminaliteit en wapensmokkel. Voor Suriname is het belangrijk dat er wordt gekeken naar duurzame oplossingsmodellen voor deze problemen. Polak-Bigli vertelde wat Suriname en Frans-Guyana reeds bereikt hebben in de bilaterale relatie. Suriname heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties zich nog eens gecommitteerd aan het behouden van onze regio als een zone van vrede. En goed nabuurschap is een wezenlijk deel daarvan. Met onze uitgestrekte open grenzen en dun bevolkt binnenland is Suriname het slachtoffer van de grensoverschrijdende illegale drugshandel. De recente aanname van het Nationaal Drugs Masterplan 2019-2023 getuigt van onze vastberadenheid om deze illegale handel te bestrijden. Polak-Bigli geeft verder aan dat er reeds plannen zijn gemaakt om de criminaliteit aan te pakken. De plannen moeten slechts samen met Frankrijk uitgevoerd worden. Om dit gestalte te geven, kan ik u ook informeren dat de regering in juli van dit jaar een high-level taskforce Marowijne Lawa in het leven heeft geroepen met een specifieke mandaat alle vraagstukken die zich voordoen in dat gebied te identificeren en daarbij voorstellen voor oplossingen met een duurzaam karakter aan te dragen. Belangrijk is dat wij ons als partners gaan concentreren op de vele mogelijkheden in het grensgebied. Ik noem toerisme, ik noem handel, ik noem gezamenlijke landbouwprojecten, gemeenschapsontwikkeling, waaronder cultuur- en sportuitwisselingen. Minister Ildis Polak-Bigli vandaag tijdens gesprekken met een Franse delegatie onder leiding van ambassadeur Antoine Joly. Beide landen willen samenwerking op het gebied van veiligheid.